Mensen, dit is een zelfzonde missie van mij en ik ga voor de eerste keer een bounty hunter doen. Dus ik ben nu een bounty, dus ik ga dus op dieven jagen voor mensen die gezocht zijn. Dus ik ben zo'n beetje een premiejager, kun je wel zeggen. Goed, we gaan beginnen. The Wolfman. The Wolf. You heard about him? Sounds like a tall tale, don't it? We gaan proberen leven naar de gevangenis te brengen. I wish it was. He's a real life monster. And one that needs hunting down and... Well, one of the two ways it can go. Go up to Lake Isabella and look around those parts. You don't freeze to death. You might just find him. Be warned, though. Like most things wild, I expect he'll be skittish. His wolves, on the other hand, might not be. Gelukkig heb ik een winterkleren daar. Dus ik ga ze even... Ik wist niet dat de Wolfman helemaal in het noorden leeft. We beginnen bij hier. Oké, ik heb een lasso klaar. Wolfman, zie. Die shotgun kan ik beter. Zien of hij hier is. Nou, hier zijn dus blijven. Hier zijn dus niet. Kijk waar hij is. Waar?
op dat daar betaald wordt, hè. Maar ja, bonjongens worden zeker wel heel goed. Ik bedoel, premiejagers. Oh, een zoekteug hoor. Ja, gelukkig dat je een shotgun hebt. Dat is een makkelijke manier om wolven te doden. Eerst die beer. Helaas doodgegaan door beren. Jammer genoeg. Levend was het veel meer waard. Maar ja, hij mocht dood of leven. Ik breng hem naar de gevangenis. Ik heb mijn wapens vervangen. Ja, dan mag ik niet meer doodgaan. Jammer dat hij dood is.
Ik had hem graag levend gevangen, maar ja. Tenminste wel. Dat is toch ook al iets. Ben benieuwd wat de beloning is. $25. Niet slecht. Heel erg bedankt voor het kijken en tot later, hè?